We zijn hier bezig met een stel Nordstar accu's van 170 ampère C10. Dus een ontladingstijd van 10 uur. En waarbij de normale capaciteit inderdaad 170 ampère uur is. Dus niet zoals onzuiver loodaccu's waarbij de legering vervuild is. Waarbij dus geen puur lood gebruikt wordt. Daar komt de normale ontlaadcapaciteit niet hoger dan 50%. Dat is ook een van de redenen waarom elektrisch varende boten, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van accu-aandrijving, de capaciteit vaak onjuist wordt geladen. Dus na een diepe ontlading ontstaat er een accupakket die aangesloten op in dit geval een 48 volt Victron van 30 ampère. Dat was mij heel lang onbekend, want men vertelde mij dat ze geladen werden door een gelijkstroomgenerator van 200 ampère uur. En we zijn 2 jaar in het ongewisse gebleven, waardoor nou die klachten konden ontstaan. Na de teloorgang van de jachtwerf Excellent, waar deze scheepjes gebouwd werden, wenden de gebruikers zich tot mij. Ik ben er toen niet via, maar rechtstreeks bij betrokken geraakt. En wat ik u net vertelde, wist ik niet toen de tijd wat de lader was waarmee men werkte, anders dan die gelijkstroomgenerator. De klachten die ontstonden waren: ze zijn gauw leeg. Nou is dat een veelgebruikte term. En bij doorvragen later in het derde gesprek met die klanten, toen bleek dat de 30 volt lader van Victron, die werd één nacht aangesloten aan een walkantje, aan een hooguit 16 ampère neem ik aan. En dan moesten die 3 accupakketten van 470 ampère Nordstars, die moesten weer geladen zijn. Nou, dat is natuurlijk klinkklare nonsens en onmogelijk. En ik heb me toen ook teruggetrokken van dit traject, omdat men zei, ja, we gebruiken de generator niet, want we willen geen fossiele brandstof gebruiken. Ja, als je dan uiteindelijk na 2 jaar erachter komt dat je eigenlijk voor de gek gehouden bent, want hoe kan je nou met een 30 ampère onbekend fabrikaat 30 ampère laden gedurende 10 uur, ja, dan heb je precies de capaciteit van 2 accu's, heb je ongeveer geladen. Kortom, deze accu's, die zijn bij mij achtergelaten en ik zal nu bewijzen dat het absoluut niets met die producten te maken heeft, maar alleen met een slechte lading of een onvoldoende lading. Deze accu's worden nu door mij geregenereerd en daarbij zult u zien dat de test, de sneltest die ik nu doe, en dat is gewoon even de doorlaatbaarheid van de platen testen, daarmee krijgen we een soort accu-startcapaciteit, de zogenaamde CCA. En dat doe ik met het apparaatje wat ik hier in mijn hand heb. De belaste capaciteit is 600 ampère EN. Hij is nu aan het testen. De accu is niet geladen, dus dat geven we aan. Hij is niet geladen. En dan staat er laden plus testen. De open klemspanning is 11,76 en de startcapaciteit is 65 EN. Dat is natuurlijk niets. Dat is de capaciteit van een 3 ampère accu'tje. De regeneratie gaat geheel vanzelf nadat ik de apparatuur heb aangesloten en opgestart. En wij gaan ze daarbij belasten met een zeer hoge amperage. Daarbij zal het zo zijn dat de voltage stelselmatig afzakt en de amperage, de ontlaadstroom, zal ook langzaam afzakken. In sommige gevallen waarbij de vervuiling van de platen, van de oppervlakte, zodanig is, komt er zelfs extra energie vrij en lopen en de laadspanning, de voltage, en de amperage lopen op. Menig zogenaamd deskundige begrijpt dat niet. Ik kan dat op een hele makkelijke manier verklaren, maar ik houd dat voorlopig nog even voor mezelf. De cijfers zullen het bewijzen. Ik ga nu
het apparaat aanzetten, waarbij er een ontlaadstroom gemeten zal worden. En die wordt afgelezen op een ampère tang. De test met de sneltester heeft de mogelijkheid om het meetresultaat uit te printen. Dat maakt het wel zo duidelijk voor mensen die niet precies begrijpen wat wel of niet gemeten wordt. Hierbij bewaar ik het strookje van de eerste meting en plak dat op de betreffende accu. Waarna we het regeneratieproces starten en u zult zien wat voor stroom er gaat lopen op de rechtermeter, of de kijkers links, en welke spanning blijft gaat ontstaan, de voltage in de accu. De regeneratie begint nu en u ziet dat er meteen een vorm van ontlading. De voltage loopt hier terug naar 1,3 volt en de belasting is 5600 ampère. Na deze korte onderbreking geven wij de accu weer een lading. Waarbij u ziet dat de spanning direct weer bijna aan de top gaat zitten. Dat geeft aan dat een groot gedeelte van het platenpakket van de accu niet wordt gebruikt. Daar is dus geen elektronentransport. Dit gaan we wel weer activeren en dat doen we door herhaaldelijk dat pakket wat niet actief is weer te belasten en zodoende te zorgen dat er weer zuur doordringt daar in de platen. We gaan nu voor de tweede keer een belasting toepassen. U ziet, de spanning gaat ook direct weer zeer diep naar beneden. En de overbelasting is meer, de belasting is meer dan 600. Dus ik moet hem op de ontlaadstand van 1000 ampère zetten. U ziet 700 ampère. Er ontstaan nu hele brute krachten. U ziet nu de spanning, de voltmeter oplopen. Dat had ik u al voorspeld, dacht ik. Dit is een teken dat er op dit ogenblik vervuiling van de platen verdwijnt. Dit kan zich diverse malen herhalen op het moment dat er weer een plek ontstaat die slecht doordringbaar is. Dan zal de ampères weer oplopen van de ontlading. Dus de kracht van de ontlading wordt groter door die interne weerstand. En de voltage, die spanning loopt ook op doordat zeg maar de energie die dat verbranden vrijmaakt ook wordt gemeten. Bij een voltage van 1,7 volt wordt hier een ontlaadstroom gemeten van 630 ampère. Ik zal nu de belasting er weer afgooien en de lader weer aanzetten, laders. U ziet dat de spanning nu niet meteen naar 13 volt gaat, maar bij 10 volt opstarten. Dat is alweer een momentopname en geeft aan dat er alweer een groot deel van platen is vrijgekomen van vervuiling.
Ik zal nu de laders even wat langer laten draaien. En dan zal ik de tester weer opnieuw aansluiten. Ja. Daar bedoel ik mee de sneltester. En zodra de accu's weer tegen hun topcapaciteit aanzitten, gaan we de sneltest weer even herhalen. De maximum laadspanning van deze zuiver loodaccu's ligt op 14,8 volt per batterij. Hier wordt ook weer zeer veel fouten meegemaakt, omdat men in de industrie over het algemeen alleen maar vuil loodaccu's verbruikt. En vuil loodaccu's, zeker in de natte vorm, mogen niet hoger geladen worden dan 13,8 volt. Omdat men anders dan weer boven de gasspanning komt. Dan krijgt men de productie van waterstofgas en dat is niet aan te raden. Men ruikt dan een zogenaamde rotte eierenlucht. Het laden duurt natuurlijk nu wat langer, omdat ik wat langer een hoge ontlaadstroom heb ontladen. Ik zal er nog een lader bijzetten om het laadproces te bespoedigen. Dit in verband met het feit dat er gefilmd wordt. Als de laadspanning direct op ongeveer 14 volt staat, dan is de accu nog niet volgeladen, maar dan zal ik toch weer overgaan tot het regenereren vanwege het feit dat de film anders te lang zou gaan duren. De lading met de intelligente laders is nu volbracht voor de eerste keer na het ontladen. We hebben een goede open klemspanning, dat wil zeggen de accuspanning zonder belasting. Die hoort bij zuiver loodaccu's boven de 13 volt te liggen. Dat geeft ook meteen aan dat de bandbreedte waarin dit soort accu's gebruikt kan worden, van 13,6 tot 9 volt, veel meer ontlaadcapaciteiten geeft dan men van een gewone accu mag verwachten. Ik ga nu beginnen met de test weer opnieuw te doen, de sneltest. Dus na lading, zoals ik in de vorige situatie de test heb gedaan, ga ik dat nu ook weer doen. We meten nu 13,31 volt open klemspanning. Het is een AGM platte platen accu. We hebben de norm, Europese norm, hebben we ingeschakeld. De referentiecapaciteit is 600 ampère en we gaan nu testen. Dat betekent, u leest hier slecht en vervang, dat komt omdat ik de referentiecapaciteit 600 ampère heb aangegeven en de accu geeft 423 EN. Dit geeft dus een beeld alsof de accu niet goed zou zijn, maar waar het hierbij om gaat is dat ik aantoon dat door een regeneratieproces de accu had hij de eerste keer
een accuconditie van 10% en was de capaciteit 65. Na één cyclus is de open klemspanning omhoog gegaan, de referentiewaarde is hetzelfde gebleven en de gemeten startcapaciteit is gestegen van 65 naar 423 EN. De accuconditie is nu alweer 70% en de laadconditie was 100%. We gaan dit proces nu nog één keer herhalen. We zullen daarbij ook weer niet constant blijven filmen, want dat is een veel te lang proces. Wat ik wel zal laten zien is de belasting en de ontlaadcapaciteit of de ontlaadstroom die vrijkomt. Dus we gaan weer dezelfde test doen of dezelfde ontlaadcyclus inschakelen. Waarbij u dus vooral op de rechtermeter kunt zien, daar wordt nu 900 en, nou zeg ruim 900 ampère ontladen. De spanning van de accu, die daalt meteen naar 2,2 volt, maar u ziet hij loopt op. En de ampères, die blijven als het ware stilstaan. Er komt dus nu weer energie vrij van vervuilde platen, vervuilde oppervlakte van de platen. Zolang als de spanning oploopt, is hij dat dus als het ware aan het wegbranden. Dat kan in een paar seconden veranderen en er komt er weer een nieuwe ondoorlaatbare plek. Die wordt ook weer schoongemaakt. Kijk, nu gaat de accu fluiten. Dat betekent dat er een behoorlijk heftig proces binnenin aan de gang is. Die springen automatisch weer aan, die moet ze nog even niet aanspringen. Ik ga het proces nog even herhalen. Ja, dit is toch een teken dat we niet verder moeten belasten. Maar dat we meer moeten gaan laden. We gaan de camera weer op repeat zetten. En u heeft gezien wat een waanzinnig vermogen eruit een accu komt. Die niet eens goed in orde is. Nog niet althans. Dit alles komt doordat de accu bij herhaling slecht geladen is. Onvoldoende kwaliteit geladen is. Kwalitatief geladen is. Maar wel zeer zwaar belast is. Verder hebben de accu's allemaal enorm veel warmte moeten doorstaan. Sommige zijn dan ook gaan opbollen. Omdat het inwendige materiaal wordt door die warmte gewoon dikker. En zoals u weet is elke ketting net zo sterk als de zwakste schakel. En als je dan 12 accu's hebt, is er altijd één die het eerst door zijn knieën gaat. Na deze lading gaan we dus opnieuw weer kijken naar de toegenomen capaciteit. De tijdsduur zoals we nu bezig zijn, is dat we ongeveer een uur aan deze accu nu besteed hebben. Na deze cyclus en na de lading gaan we de duurzaamheidstest doen. Dat doen we middels een langzamer ontlaadproces waarbij met een professionele ontlaadcomputer alle ins en outs van de accu op schrift gesteld worden en we dan op een scherm de grafiek zien en precies zien waar de zwakke punten nog liggen of hebben gelegen.